Dat is alles. Hoeveel bloed wordt er jaarlijks weggegooid? In liters? We hebben ooit eens uitgerekend zo'n 16.000 liter per maand. Dat is wel een kleine 200.000 per jaar. En met jouw vinding? Zouden we daar 95% van kunnen besparen. Nou, je verzamelt bloed op een speciale papiersoort. We noemen dat lateraal flowpapier. Dat heeft de eigenschap dat het de bloedcellen vasthoudt en dat het bloedserum eruit migreert. Het bloed is hier verzameld op dat papier. En het papier zorgt ervoor dat de bloedcellen, het rode gedeelte, wordt gescheiden van het bloedserum. Dat is dat gele wat je hier ziet verschijnen. En dat gele, dat bloedserum, dat kunnen we uiteindelijk in het laboratorium weer opwerken tot vloeibaar serum. Op het moment dat dat bloed opdroogt, is het stabiel. Geen uren, geen maanden, soms wel jaren. En wij hebben een procedure ontwikkeld om het eenvoudig op een laboratorium weer op te werken tot een vloeibaar materiaal wat door onze analyzers geanalyseerd kan worden. Het klinkt zo simpel, waarom kon dat tot voor kort niet, om thuis bloed te prikken? Het kan al een tijdje, alleen wij hebben ervoor gekozen in ons concept om in dit geval de cirkel zoveel mogelijk te laten aansluiten bij dat wat er al staat in de laboratoria. Met andere woorden, er is geen verandering van apparatuur nodig om ons cirkel device te kunnen analyseren in het laboratorium. Wij hebben een voorzichtige inschatting gemaakt dat binnen 5 jaar 20 tot 40% van de huidige bloedafnames volledig kan worden overgezet op het product cirkel. Hoe voorkomen we dat buisjes verwisseld worden? Wij menen dat te kunnen tackelen door onze buizen te voorzien van een unieke barcode. Dus elke buis heeft een eigen unieke barcode. En daarmee hopen we een stuk van die track and trace, want daar hebben we het namelijk over, hopen we te kunnen borgen. Maar 100% garantie of uitsluiten kunnen we nooit. Wij gaan een product ontwikkelen, een machine ontwikkelen die het mogelijk maakt om de cirkel in dit geval, het product wat Labanovum heeft ontwikkeld, geautomatiseerd te gaan verwerken. Dat betekent dat wij een machine ontwikkelen waarbij dit in grote getallen door de machine heen kan, waarbij het cirkelproduct wordt ontrafeld als het ware en we het klaarmaken om uiteindelijk de metingen te gaan doen die we vanaf het cirkelproduct willen halen. Kijk, op zich is de technologie om een cirkel in en uit te pakken niet zo ingewikkeld, maar er moet ook nog van alles toegevoegd worden en uiteindelijk moet het in een ander device komen waardoor ze het op het laboratorium werkelijk kunnen meten. En dat is denk ik straks de grootste uitdaging om dat hele proces valide te ontwikkelen. Het zal alleen een op zijn zacht gezegd een heftige klus worden waarin we enorm veel tijd in een korte periode moeten verwerken. En dat wordt spannend.